zijn Nacht op de Kale Berg liet Mussorgsky zich inspireren door Russische literatuur en oude legenden. Een bijeenkomst van heksen en demonen zou het zijn. In deze aflevering van Orkest TV trombonist Harry de Lange. Hij speelt zijn orkestpartij niet zonder te denken aan de duivelse figuur van Walt Disney. Maar eerst Dave van Raven, liedzanger van de Kick. Voor hem geen heksen, duivels of demonen, maar hij heeft er zo zijn heel eigen associaties bij. Ja, de Nacht op de Kale Berg. Een geweldig stuk natuurlijk en super filmisch. Want je zou er niet eens een soort film om, het zou je niet eens hoeven te doen, een film eromheen maken. Want het is eigenlijk al een film. Het is super, een soort van beeldend. En dat is ook het mooie aan die klassieke muziek en zeker aan de romantische muziek natuurlijk, dat je er zelf een hele voorstelling bij kan maken. En in de hedendaagse popmuziek is dat eigenlijk niet. Dan moet je meer naar de tekst luisteren om te weten waar het over gaat. En bij die klassieke muziek kan je helemaal je eigen invulling eraan geven, weet je. Dat is eigenlijk het mooie eraan. Nou, je moet er ook even over na zitten denken zelf natuurlijk, wat het voor mij dan allemaal zou betekenen. Maar het gaat over een mug, volgens mij. Die mij zo s'nachts in mijn slaap aan het teisteren is, zo dat hij rond je kop aan het zuizen is. Nou, ik ga er dan achteraan, dat hoor je ook in die onwijze trombones die er dan zo onder zitten. En dan denk je misschien gelijk van, ja, hij is de slechterik, want hij wil die mug pakken. Maar ik heb last van die mug, weet je wel, dus die moet gewoon op een gegeven moment kapot. Maar aan de andere kant is het ook weer zo, dat ja, die mug, die heeft ook weer een muggenvrouwtje en wat muggenkindertjes. Dus het is ook wel zielig, maar daar hoor je eigenlijk niks van in een stuk. Het is alleen maar actie. Maar op een gegeven moment dan heb ik hem, die mug. En dan hoor je hem ook zelfs een helikoptertje zo naar beneden dwalen. En dan krijgt hij zelfs nog een muggenbegrafenis. Want dan hoor je van die soort kerkklokken heeft hij er nog in gedaan. Het klopt helemaal. Ik bedoel, als je het zo hoort dan, en je hoort dit verhaal erbij, dan denk je van ja man, dat is waar je het over hebt. Dus eigenlijk is de Nacht op de Kale Berg een hele slechte titel eigenlijk. Het is gewoon, weet je wel, de mug en ik. Dat is het eigenlijk. Maar het is voor iedereen natuurlijk anders. En dat is ook het mooie wat ik net al zei. Dat je gewoon je eigen invulling eraan kan geven. Dus ik zou gewoon zeggen, kom gewoon hier kijken in het concertgebouw. En dan kun je je eigen verhaal maken, weet je wel. We gaan Nacht op de Kale Berg spelen van Mussorgsky. En daar hebben de trombones een hele belangrijke rol in. Want wij spelen zeg maar het motief van het kwaad. Het slechte in het stuk, dat zijn wij. Op dit moment stel ik mij altijd de film Fantasia voor, van Walt Disney. En daar wordt zeg maar ingezoomd op een grote zwarte berg, zeg maar, het silhouet van een berg. Rond het middernachtelijk uur, denk ik. En op het moment dat de trombones beginnen te spelen, verandert die berg heel langzaam in een soort duivel. Die verandering, zeg maar, die gebeurt tijdens het thema en dan de laatste twee klappen van het thema. Dan slaat hij dan zijn vleugels uit. En dan staat hij daar in zijn volle ornaat bovenop de berg. De Nacht op de Kale Berg van Mussorgsky, maar ook het celloconcert van Dvorak en de Tweede Symfonie van Brahms. Door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Mario Venzago. Op 20, 22 en 23 oktober in het Concertgebouw. Voor meer informatie kijkt u op orkest.nl.